zou een splitsing willen maken. Jeugdzorg is mijn antwoord volmondig ja. Want ik maak het nog veel stommer dan het tot nu toe georganiseerd is. Kan het niet. Dus dat kan alleen maar beter. En de zorg waar die valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning. Daarvan zeg ik heel voorzichtig ja. Dat vind ik er wel een ingewikkelder. Omdat het Rijk onderweg de spelregels heeft veranderd. Oké. De jeugdzorg ja, want nu worden ze met 18 jaar losgelaten en zie maar waar je terechtkomt. Dus dat kunnen wij als gemeente goed gaan aanpakken straks. De kinderen van 18 jaar ook opvangen. En ja, twee regels, Bonnie. WMO, ook twijfelachtig, doet minder geld. Dus we moeten. Oké, dus we gaan gelijk bij de volgende twee gaan we die hele zorg scheiden. WMO en jeugdzorg. Eerst jeugdzorg, ja, nee. Ik wil ze graag eens samenvoegen. Voor zowel jeugdzorg als WMO geldt bij ons allebei een voorzichtig ja. Waarom een voorzichtig ja? Dat heeft ermee te maken dat je afhankelijk bent van hoe de rijksbezuinigingen uitpakken. Wat er precies vraagt door betekent. Daarnaast, en dat is ook heel belangrijk, de gemeente moet zelf de eigen taak heel goed omschrijven en heel goed uitvoeren. En ook daar hebben wij nog wel wat vraagtekens bij. Oké. Ja, ik zeg helemaal ja. Moeten we er eerst even duidelijk over zijn, wat is kwaliteit in de zorg? Is dat voldoende kwantiteit? Want dat is ook kwaliteit, hoe gek het ook klinkt. Want het is niet één keer naar de tandarts en laat controleren en dan klaar is Kees er weer naar huis. Nee, het is zorg die frequent is in de tijd. En als je 7 keer in de week wil eten en je krijgt maar 5 keer, kan het hartstikke lekker smaken die 5 keer. Als je 2 keer zonder zit, is het beroerde zorg. Totale zorg, dan praten we over de wettelijk langdurige zorg. Dat zijn voornamelijk mensen met psychosociale problemen, vaak gecombineerd met fysieke problemen. Hele complexe zorg, als we daarin gaan puren en snijden, dan komen er echte problemen tevoorschijn. En dat bedoel ik namelijk te zeggen, als je iemand 7 keer in de week dient te helpen en je doet dat maar 5 keer, dan kun je 5 keer heel erg goed doen. Okay. Maar dan is het nog steeds niet goed. Ik zie 3 mensen gaat grond of meeknikken. De wet langdurige zorg, dat wordt dus ook volgens van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daar hebben wij geen moer mee te maken, daar gaan wij niet over. Dat zeg maar de verpleeghuiszorg, et cetera. En dat blijft een rijksverantwoordelijkheid. Dus daar kunnen we als gemeente op onze kop gaan staan. Daar gaan we niks over te zeggen hebben. Als je puur kijkt naar zeg maar hoe de stemmingen verlopen rond belangrijke voorstellen. Bijvoorbeeld de kaderwet, jeugdwet hebben we net gehad. Ook een belangrijke andere punten van de participatiewet. Dan zie je dat de voorstellen bijna eigenlijk altijd unaniem worden aangenomen. Dus in die zin kun je zeggen dat we in Apeldoorn gelukkig een breed draagvlak hebben. Waar het om gaat is dat je in Apeldoorn een goed samenstel hebt van zeg maar de raad, het college en ook organisaties die erbij betrokken zijn, die zorgen voor goede input. WMO-raad is daar een duidelijk voorbeeld van. Die zorgen voor een goede input om zeg maar maatregelen te nemen hier die zeg maar ook de mensen echt helpen. Waar het nu op aankomt, en dat is wel een belangrijk verschil, dat kan het zijn, is Apeldoorn bereid om eventueel extra kosten die kunnen ontstaan, en dat ligt erg voor de hand, gezien de rijksbezuiniging die we krijgen, is het college bereid om extra geld uit te trekken voor het geval we toch door een ondergrens heen zakken, van dat we niet genoeg geld van het Rijk krijgen om alle zorg die eigenlijk nodig is in Apeldoorn te kunnen financieren. Mag ik dan wat vragen aan Henk? Serieuze vraag. Ja, ik wil straks er nog weer op ingaan, maar jullie hebben 4 posters. Eentje gaat over de OZB. Wat staat er ook weer op? Over de geen grond voor hogere OZB-belasting. Kan je dat ook toelichten? Wel voor zorg, zeg je dan. Het is een beetje met knipoog. Het is een beetje met een knipoog. Ik bedoel, Apeldoorn heeft enigszins een verleden met grond. Maar wij zijn niet voor hogere OZB-belasting. We hebben daarnaast een andere poster. Maximale aandacht voor minima. Wat zegt SCP? En dat is niet alleen nu met de verkiezingen. Dat hebben we ook de achterliggende jaren al gezegd. Dat zeggen we nu in de verkiezingscampagne. En dat hopen we straks ook daarna te zeggen. Van wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Bonnie, ik wil even de SGP ondersteunen. Want wij zijn ook van, je moet niet door het ijs zakken. De mensen die het al slecht hebben in de zorg of minima. Die moet je als je helemaal niet meer kan, als de gemeente het helemaal niet meer op kunnen brengen. Nou, daar staan wij ook voor. Om dan toch, en daar ben ik heel eerlijk in, om toch de OZB iets te verhogen. Het wordt heel spannend, hè? Van gaan we extra geld uitgeven straks aan zorg? Vraag aan Hans Wevers. Ik ben daartoe bereid om extra geld uit te geven aan zorg, maar Hans die belooft aan 65-plussers dat ze gratis openbaar voeren mogen buiten de spits.
En ook dat ze van OZB worden gevrijwaard als ze met twee of zo thuis wonen. Ik snap niet precies dat punt, maar dat zijn allemaal cadeautjes aan 65-plussers die ook heel rijk kunnen zijn. Helder. Hoe ga je dat allemaal betalen, Hans? Oké. Ja, ik wil daar graag op reageren, want blijkbaar is het niet mogelijk om ludieke onderwerpen te scheiden van die hele serieuze onderwerpen van de zorg. Gratis openbaar vervoer. Ludieke onderwerpen. Het stelt in bedragen niks voor, het zijn peanuts. Als we het afzetten tegen de totale zorgkosten in Nederland, waar praten we dan eigenlijk nog over? De totale zorgkosten in Nederland zijn geen gemeentekosten. We hebben het over de gemeente, de totale zorgkosten. Daar gaat de gemeente niet over. Het gaat over deel van de gemeente. Waar nou ja, zou ik zeggen? Over die totale zorgkosten in de gemeente Apeldoorn. Als we dat afzetten tegen kosten die we niet eens zullen maken. Want nogmaals, wij staan gratis openbaar vervoer voor. Oké. Hartstikke duidelijk.